Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag nieuwjaarsavond, zeg maar. Het is nu 31 december 2015. De allerlaatste vlog die ik voor jullie ga filmen in 2015. Die wel trouwens in 2016 online komt, but oké. De video van dit was mijn 2015 is nu aan het uploaden. Hier. En ik wilde eigenlijk een powernap gaan doen van 4 tot 5. Maar toen bedacht ik me van, oké, misschien is dat wel handig om een powernapje te doen. Omdat het vanavond best wel laat gaat worden. Een uurtje of 2-3 uur, minstens. Voordat ik slaap is het 4 uur. En dan heb je eigenlijk morgen de hele dag om te chillen. Mijn ouders die zijn nu weg. Ik weet niet waar ze naartoe zijn, want natuurlijk gaan ze even de laatste dingetjes kopen voor oud jaar. Want de winkels gaan om 4 uur dicht vandaag. Dus ja, hij moet nog 12 minuten uploaden. En gisteren dus wilde ik hem ook al uploaden. En toen heeft hij er echt bijna 2 uur over gedaan om te uploaden. En toen wilde ik hem dus zeg maar kijken op mijn telefoon of die alles echt goed is. Want dat check ik altijd even voordat hij online gaat. Of alles wel goed gaat en zo. Ik vind het altijd wel belangrijk om de laatste 5 minuten, de eerste 5 minuten dat hij online staat, even helemaal te bekijken. En je hoort ondertussen hoor je knallen. Om helemaal te bekijken of alles wel goed gaat, zeg maar. En dit keer was dus de video dus niet in mijn ding verschenen. Dus ik keek op mijn computer, was hij dus in alle landen, was hij dus geblokkeerd. Omdat er muziek in zat die niet mocht worden gebruikt. Dus ik heb dus zeg maar de video opnieuw geëdit met muziek eronder en whatever. Ik had de beelden, maar ik heb gewoon het geluid weggehaald van de muziek. En andere muziek eronderheen geknald. En hoop dat het nu wel goed is. Ja, ik zit dus nu in mijn comfy outfit at the moment. Deze trui komt van de H&M. Deze broekje komt ook van de H&M. Ja, ik heb trouwens een hele coole nieuwe koptelefoon gekocht. Voor maar iets van 4 euro bij de Kruidvat. En deze koptelefoon vind ik leuk om mee te editen. Wacht, ik ga hem even opzetten. Dit lukt niet met één hand. Wacht. Oké, dit lukt niet met één hand. Het staat op. Het is een rode. En ik heb hem gekocht voor 4 euro bij Kruidvat. Echt super handig. Wat ik ook nog meer heb gekocht bij de Kruidvat. Dat is deze. De powerbank. En dit is de power changer. En ik ga over 2 dagen ga ik ook vloggen. Ga ik naar Amsterdam. Gaan we lekker schaatsen in Amsterdam en whatever. Deze vlog komt trouwens die dag online. Dus als jullie deze vlog zien, ben ik in Amsterdam. Dus deze powerbank heb ik gekocht. Vind ik altijd wel handig, want mijn telefoon gaat best wel snel leeg en zo. Dus dat. Wat ik ook nog heb gehad. Ik ga even op mijn bank zitten, guys. Ik heb trouwens een nieuwe bankkamer zelf gemaakt van het logeerbed. En dat vind ik wel chill. Dus en dan heb ik hier gewoon nog mijn televisie. Maar ik heb dus kerstkaarten gehad. Ik ga eerst deze even afgooien. Oké. Ik laat ze gewoon even zien welke kerstkaarten ik allemaal heb gehad. Nou, onder andere heb ik natuurlijk deze gehad. Van Kim. En dit was de allereerste kerstkaart die ik heb gekregen. Toen kreeg ik deze. En deze heb ik van mijn stage gekregen. Ik laat de achterkant niet zien, want er staat de naam op. Maar deze heb ik gehad. Fijne feestdagen en een goed 2016. Dan heb ik deze gehad. Die ga ik ook even uitpakken. Oh. Deze. Heb ik gehad. En deze heb ik van Jurien gehad. Om zo'n stage. Dan heb ik nog een kerstkaart gehad. Deze. Oh, echt moeilijk met één hand, guys. Oh. Deze heb ik gehad. En deze heb ik van Mine Reitsma gehad. Van Britney. En er staat op. Hele fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. Geniet ervan en blijf doorgaan met vloggen. Snel een keertje meeten. Dikke kus, Britney. Echt super lief. Deze kaart ga ik allemaal natuurlijk bewaren. Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Ik heb er nog eentje van Karma gehad, maar die kan ik niet meer vinden. Of ja, die ligt beneden, gelukkig.
Dus die leg ik gewoon hier. Wat ik ook heb gekregen, dat hebben jullie ook kunnen zien in de vlog. Deze twee Polaroids. Die ik heb gemaakt. Oh, die heb ik gemaakt laatst met Ian. In de stad. In Den Haag. Deze vind ik heel erg cute. En dan deze vind ik ook wel heel erg cute. En laatst. Oh, dit heb ik trouwens gehad voor kerst. Een klok. Ugh. Maar ik had laatst een heel leuk idee voor een video. Toen ben ik dus naar de HEMA gegaan. En toen heb ik foto's uit laten printen. Dus deze met Joni, met Noor, Sophie, Zoe, met Ines bij het Ariana Grande concert. Superleuk. Samuel, dus Stella, Amber. Amber is vandaag jarig. Johnny weer, Samuel en echt allemaal hele leuke foto's. Marsha, Samuel. Dit is Lisa Sips bij de opnames van Fashion Chicks. Ik heb een superleuk idee, want deze foto's deze tekst hangt er nu, Live Love Love. En daarop wil ik dan foto's gaan plakken. Dus dan ga ik gewoon een paar leuke foto's uitkiezen. En ik heb er best wel veel met Kai, zie ik nu. Ook met Tesca. En met Mert. En met. Heb ik die niet met Jamie? Oh jawel. Met Jamie. Echt. Moet je kijken. Deze drie foto's heb ik met Kai. Deze was bij. Wat is deze nou? Deze was bij het flyboarden waar we waren. Deze was bij Fashion Chicks. En deze was bij. Wat was het nou? Oh ja, bij Scholenpop. Echt een superleuk idee. En kijk, deze foto met Marsha. Deze heeft ze ook geliked. Wacht, ik heb er nog eentje. Met Marsha. Ik heb in totaal drie foto's nu met Marsha. Oh, hier. Ik zie hem al. Deze. Dit was de allereerste foto die ik had met Marsha van Beauty Gloss. Dus dit vind ik wel een heel leuk idee. Dus, ik ga nu even de vlog een beetje afsluiten. Ik ga hem niet echt afsluiten, want jullie zien nog een beeld hierna. Maar voor nu zeg ik even, doei doei. Gedag. Oké, dit is trouwens wat ik aan heb. Nicky Pets. Dit komt van de H&M. Mijn broek komt van New Yorker en YOLO. Ik heb twee verschillende sokken aan. Hebben jullie die struggle ook? Dat je haast hebt en geen sokken kan vinden? Dat heb ik op dit moment. Dus mijn familie komt zo gezellig langs om oudjaar hier te vieren. En dan, ja, je hoort het ondertussen al. Een beetje harde knallen. Ik ben niet echt van het vuurwerk of zo. Maar sterretjes en zo vind ik wel leuk. Dus ik laat je trouwens even het eten zien. Want de hele keukentafel staat helemaal vol met eten. Allemaal food! Yay! En hier quality treat. En allemaal champagne. Ja, champagne. Voor natuurlijk de toast. En hier zijn, augurkjes en zo. En in de oven staat niks, maar er staan de oliebollen. Om ze warm te houden. Dit is nog steeds de beautiful boom. Kaarsjes aan. En daar ben ik weer. Yay! Oh my god. Yay! Oké. Dit is allemaal mooi. Lichtjes. Trouwens, vandaag is dus een nieuw video online gekomen. Van dit was mijn 2015. En de muziek. Ja, er zit geen muziek bij, omdat de muziek een soort van is uitgeschakeld. Omdat ik muziek van een bekende artiest heb gebruikt. Zeg maar een remix. Maar die hebben ze gewoon gezien als normale liedjes. Dus heel die muziek is weg. Alleen in het begin heb ik een beetje veranderd. Dus dat. En ik ben super blij. Oeh, die zijn nieuw, denk ik. Die heb ik nog niet gezien. Dus ik ga heel even mijn camera opladen. Want die heeft nog maar één streepje. En dan spreek ik jullie zo weer bij het eten. Dus let's go! Het is nu. Oh, mijn telefoon vindt altijd. Het is nu 18:32. En ik heb een iPhone. Yay!
Dus, dus mijn telefoon, hij viel bijna. Het is nu al een paar uur later en we gaan nu lekker vuurwerk afsteken. Het is nog geen 12 uur, maar het is nu ongeveer een uurtje of 10 in Dr. Knallen. Dit is trouwens wat ik nu aan heb. Mijn UX en de eten. En het zit er al buiten, denk ik. En ik ga even mijn telefoon pakken voor Snapchat. Je kan me allemaal volgen op Snapchat. Hier staat mijn Snapchat naam. En dan... zusje, met mijn moeder en met mijn familie. En we gaan lekker vuurwerk afsteken. Het is nog geen 12 uur. Kijk, er komt er weer eentje. Er gaat er een. Yeah.
familie is alweer weg. En ik ga dus nu lekker slapen. Het is nu even kijken. Het is nu 2:50. Ik had er zo weer op gerekend om echt om 2:30 in mijn bed te liggen. Maar ik heb super goed en leuk nieuws voor jullie. Want dit is de eerste vlog van een heel jaar dagelijks vloggen. Dus dat vind ik super leuk. Dus dat betekent dat ik iedere avond aan het editen ben. En dat vind ik ook niet heel erg. Maar ik zit een beetje te denken van, goh, wat is handig voor mij? Een week, dat ik dit een week later upload? Nou, nee. Dus ik denk dat ik het gewoon lekker een dag hierna upload. Dus morgen komt deze vlog online. Dus dat. En dan iedere dag komt er een vlog om 4:00 online. In plaats van 3:00, om 4:00 online. Heel veel mensen vragen zich ook af hoe ik dat nou ga doen als ik op school ben. Nou, heel veel mensen weten ervan dat ik vlog. En die vindt het ook helemaal niet erg om in de vlogs te komen. En omdat ik in januari, in februari en in maart is mijn verjaardag. Dus daar wil ik ook wel naartoe werken. Ik wil jullie meenemen in het proces met wat ik allemaal ga doen. Wie ik uitnodig. De boodschappen en dat soort shit. Dus dat wil ik wel gaan doen. Ik ga nu lekker mijn bed in. Het was een superleuk dag. Of een superleuk jaartje. En we kijken uit op 2016. Bij deze zie ik jullie, bij deze zeg ik adieu en zie ik je morgen weer. Tot morgen. Doei.